Hi, goeiemiddag is het hier, maar goeiedag. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Leuk dat je weer naar een video kijkt op mijn kanaal. Welkom terug of welkom als je nieuw bent. Ik heb besloten de oogschaduws toch even in tweeën te doen. Omdat... Ik zie ineens iets waarvan ik denk... Goh, dat wist ik nog niet. Nou, bij deze, dat ik dat nu wel weet. Ik ben even aan het... Ja, dingen ze met de camera. Het is zo... Ik heb meer oogschaduw dan je zou verwachten van een niet-oogschaduwliefhebber. Dus we doen nu alle poederoogschaduws. En dan doen we volgende week alle cream en liquid oogschaduws en potloden en dat soort dingen. We beginnen met deze van Wet n Wild van de Blooming Collectie. Die gaat weg. Wet n Wild is gewoon niet mijn merk. Ik kan hier niet goed mee omgaan. Ik hou niet van die glimmerige kleuren. Dus die gaat weg. Dan heb ik van Zoeva. Dit is de Easy Nude Eyes. Van de Velvet Love Collectie. Ja, nou, dit is een mooi paletje. Die blijft. Dan heb ik van Milani. Dit is 110 Partner in Crime. Most Wanted Eyeshadow Palette. Dit is een puur mat palet. Ik ga hem toch weer even een stukje verder weg doen. Dit is een puur mat palet. Prachtig echt. Dan heb ik van Be Creative een eyeshadow quad in 001 Coffee. Ook, oh nee. Ik denk dat deze een shimmertje heeft. Ze zijn allemaal wel een beetje vies, excuseer. De Sahara Dunes eyeshadow palette van Collection. Ja, je zal zien dat eigenlijk alles bij mij een bepaalde nude is. Dan heb ik van Elf. Love You a Latte. Dit is mijn dagelijkse... Deze twee kleuren is mijn dagelijkse look gewoon. Dan heb ik Mad for Matte. Dit zijn nude en wat grijs. Ook allemaal mat. En dan heb ik, dit is de Matte Shadow Brow and Liner Palette. Ook van Elf. Dan heb ik van de Beauty Crop. En ik wist serieus niet dat ik daar iets van had. Ik denk dat ik het ooit een keer cadeau heb gekregen in zo'n beauty box of ergens bij een bestelling of zo. Het is een mooi palet. Ik heb het alleen nog niet gebruikt. Ik zie wel een paar kleuren van ik denk, ja, dat spreekt me wel aan. Hè? Die frappen hier zo. Of die toffee koffie. Toffee nut. Een flat white. Americano. Maar goed, die moet ik gewoon een keer proberen. Want ja. Dan heb ik van Essence. Heb ik de Rose Collection. De Nude. En de Brown Edition. Niet Collection Edition. Dit zijn de enige oogschaduw die ik van Essence heb. En eigenlijk gebruik ik deze bijna nooit. Maar ik heb iets van Essence. Laten we daarop houden. Dan heb ik van MUA de 15 Shade Palette Matte Feather Light. Oh. Alles heeft een sluiting die niet open gaat. Dit is ook een heel mat palet met wat blauwige tinten hier zo, maar overal gewoon nude. Ik heb van Rimmel London de Nude Edition en de Blush Edition. Ja.
Dan heb ik van Max Factor. Dit zijn een nude palette contouring eyeshadows in rose nudes. Dan heb ik van Maybelline de nudes. Dit heet gewoon de nudes. En ik heb de Pink Edge. Maar die zwarte is gebroken. Dus er zit nu overal poeder in. Dus die moet ik even schoonmaken. Dan heb ik er drie van Hennis & Mauritz. Dit is een losse in de kleur Fine China. Is gewoon een hele lichte. Dan heb ik. Dit zijn eyeshadows. Nou, dit zijn gewoon eyeshadows. Er staat verder niks op. Er zitten wel hele mooie kleuren bij. En dan zijn dit de. Dit zijn de Smoky Nude Eye Color Palette. Wat donkerder. Dan heb ik van Collection Sahara Dunes. Ik heb van Be Creative een eyeshadow quad. Die heb ik toch al laten zien, deze. En die van Milani en zo. Ja, ik zit gewoon dingen dubbel te laten zien. Van Collection. Nee, van Revolution. Heb ik de Soft Focus Palette. Dan heb ik het Glam Mood All Day Palette van Revolution Pro. Ik heb van XX Revolution de XX Side. Het zal jullie niet verbazen dat ik deze nooit gebruik. Dan heb ik van Pro de Eternal Rose Eye Quad. Ik heb van Revolution. Dit is een gewone Revolution. Staat verder niks op. De Eye Lift. Dit zijn creamkleuren en vier poederoogschaduws. Die heb ik laatst een video, of die video moet nog komen, heb ik hiermee gemaakt. Dan heb ik de Revolution Reloaded Neutrals 2. En dit is allemaal heel rood-roze gebaseerd. En ik heb de Basic Mattes. Welke ik echt geweldig vind. Dat waren de Revolution dingen. Dan heb ik. Oh, even pakken. Van Catrice. Het nieuwe Cozy Earth Palette. Van de 5 in a Box heb ik. Dit is Golden Nude Look. Dit is 010. Dan heb ik de 080 Diamond Lavender Look. Zo is het beter te zien, hè, voor jullie. Dan heb ik de 070 Elegant Khaki Look. En ik heb de nieuwe Wow in a Box. Dit is 010 Peach Perfect. Dan heb ik verder van uit deze collectie, zeg maar, de Pure Nude. Dit is een van mijn favorieten. Dan heb ik de Dusty Mattes. En dan heb ik de voorganger hiervan waren deze. Hier heb ik de Fresh Nude collectie van. De Cacao collectie. En de Mauve. Het Mauve palette. En ik heb één Pro Slim Palette. Dit is Natural Spirit. Oké. En we alles opzij doen.
Dan heb ik van de higher-end dingen. Ik heb een Naked 2 van Urban Decay, maar dan de mini-variant. Dan heb ik van Dior, dit zijn 002 Cool Neutrals. En ik heb van Hoola het matte palet, de Cool Matte Obsessions. Alles mat. Ik hou van mat. Dan heb ik van Morphe. Dit is Oh So Nude. Daar zit dan een... Dit is een glitter oogschaduw. Dan zit er een... Dit is ook met een shimmer. En een cream. En dit is ook een cream. En wat het zegt... Oh, die onderste is een highlighter voor je face. Oh, dan heb je de eerste cream, zeg maar, is voor je lips. Dan cinnamon. Oh, kijk. Dit is een oogschaduw. Dit is een blush. Dit is voor je lippen. En dit is een highlighter. Kan je nagaan dat ik het nog niet zo had bekeken. Oké. Qua grote palet heb ik van Jeffree Star. En ja, echt serieus. Het gaat me niet om Jeffree Star. Maar het ging mij gewoon om dit palet. Dit zijn alle matte nudes die je je maar kan wensen. En dat is de enige reden waarom ik het gekocht heb. Niet om Jeffree Star. Het doet me helemaal niks. Maar ik wilde dit matte palet met allerlei nude kleuren. Dan heb ik van Revolution Pro de Influencer Overnight. Dat is deze. Waarbij ik uiteraard de onderste rij het meeste gebruik. En ik heb van Colourpop het Gone Matte Palette. En wat hieraan fijn is, is dat het een beetje zo monochroom qua kleurtonen is gemaakt. En nee, jullie hoeven me niet te vertellen wat een lul Jeffree Star is. Oh, ik heb nog een Essence oogschaduwtje. Nummer 14, Flirting. Dan heb ik ook nog een Catrice oogschaduwtje. Dit is 020 Matte Taste Beige. Ik heb van de Balm iets. Oh. Nee, die gaat weg. Dan heb ik er drie van Bobbi Brown. Dit is 2 Bone. Dan heb ik 16 Slate. En ik heb 4 Taupe. Dan heb ik van Revolution. Nee, van Chanel. Echt. Ik heb net gehoord dat mijn auto afgekeurd is. Ik ben een beetje van slag over de kosten. Nummer 46, High Profile Satin. Dit is de Ombre Premier Longwear Powder Eyeshadow. En die heb ik ook in... 22 Vizoon. Dan heb ik het Ombre Contrast Duo in 20 Taupe. En ik heb de Contrast Duo in 40 Misty Soft. Ja. Dan heb ik
Dit is Le Quatre Ombres 308 Clair Obscur. Dan heb ik Le Quatre Ombres Byzance 318 Parure Vénitienne. Dit is van de nieuwe collectie. Ik heb Le Quatre Ombres 937 Ombre de Lune. Dit is de kerstcollectie volgens mij van vorig jaar. Dit is 266 Tissé Essentiel. Dan heb ik 747 Méditerranée. Ik heb 266 Tissé Rivoli. 226 staat er trouwens. Dan heb ik 268 Condure E Experience. En ik heb 278 Code Subtiel. Ja, kan het zo? Even kijken. Ja, zo lukt het wel. Dan heb ik, nog een keer de Tissé Essentiel. Dat wist ik. Ik heb er eentje dubbel. Dat is volgens mij deze. En ik heb 214 Tissé Mademoiselle. Nou, die heb ik echt vaak gebruikt. Dan heb ik de Entrelax Ombre Eyeshadow Palette. Dat heeft geen nummer. Dus dat zal er ook maar één zijn dan. Dat is deze. Dan heb ik de Le Beige Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette. Die heeft een witte bovenkant. En die is ook goed gebruikt. Even doorschuiven. Ik heb de Le Beige Collection Natural Eyeshadow Collection. Dat is een grotere. Oh, dan heb ik van MUA nog een matte. Dit zijn de Six Shade Palette met Matte Soft 6. Die hoort bij de dingen. En deze heb ik dan nog in een mapje zitten, want daar hoort hij in. Deze is van Burberry. En dit is Smoky Brown nummer 00. 4 Enhancing Colors. Dit was in de tijd dat Burberry zelf make-up maakte. En volgens mij, wat ze toen vertelde, bestaat het Burberry merk nog wel, maar alleen online, en is het hetzelfde als Shiseido. Oké, nou, voor iemand die zegt niet van oogschaduw te houden, was dit best veel oogschaduw, toch? Het enige wat ik nu kan zeggen is bedankt voor het kijken, en dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Doei!